Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag neem ik een Primark shoplog op. Of een Primark shoplog, I don't care. Ik ben naar de grootste Primark geweest in België, namelijk die in Antwerpen. En daar heb ik iets te veel gekocht. Alhoewel, ik heb niet veel gekocht, ik heb duur gekocht. Voor de mensen die geen fan zijn van de Primark, ik geef je de toestemming om deze video af te sluiten. Maar ik ben grote fan. En ik heb heel veel Harry Potter dingen gekocht. Allereerst dit grote ding. Ik heb gewoon een Harry Potter valies gekocht. Die is zo leuk. Ik weet nog niet of die binnen de Reiner maten past. Maar er staat wel op Carry on Cabin Size. En deze was 40 euro. Omdat ik al mijn spulletjes mee moest nemen vanuit Antwerpen, heb ik eigenlijk het grootste deel van mijn aankoopjes in mijn valies gestopt. En het eerste wat ik uit mijn valies haal is Hedwig! Hedwig is een van mijn favoriete karakters uit Harry Potter. Soms vind ik hem zelf een klein beetje leuker dan Dobby. Don't shoot me. Deze super zachte knuffel was 10 euro en is 41 centimeter op 38 centimeter. En deze stond net als mijn valies in de Harry Potter sectie, want ze hebben een echte hele grote Harry Potter sectie in de Primark in Antwerpen. Dobby! Ook kocht ik een handtas, want mijn handtas dat ik nu heb van Harry Potter is super handig, maar begint kapot te gaan. En hier zitten er enkele patches op. Het logo, HP, Platform 9¾ en een bliksemschicht. En binnen ziet hij er eigenlijk gewoon volledig uit als mijn andere Harry Potter handtas. Ook kocht ik cleansing wipes. Dat zijn de Pollution Protect cleansing wipes. Dus iets minder bedoeld om make-up mee af te spreken en iets meer bedoeld om je gezicht te reinigen. Maar volgens mij gaat het ook gewoon super goed werken op mijn gezicht. Voor mijn make-up. Helps remove atmospheric pollution and impurities from the skin. Ook heb ik een haarmasker getest. Dit is het Haller in Glow haarmasker. Replenishing hair sheet mask voor frizzy damaged hair. En ik heb wel zo'n soort haar. Dus ik ga deze eens testen. Als je die graag getest ziet in een vlog of in een video, moet je het maar laten weten. Dan doe ik dat. Dit is trouwens een masker van 4 euro. Ook kocht ik enkele valse wimpers. Dit zijn de Beauty and the Beast valse wimpers in een super mooie verpakking. Deze waren 3 euro. Deze valse eyelashes van Aurora, ook 3 euro. En deze Girls with Attitude Fantasy wimpers van 3,50 euro. Ook kocht ik rekkertjes. Dit zijn gewone zwarte spiral rekkers. Deze zijn per pakje 1,50 euro. En er zitten er, zit dat erop hoeveel? 12 per pakje. Dus ik kom weer een eindje toe. Ik heb een Foot Peppermint Softening Foot Scrub gekocht. Deze was 2 euro. Een Sun Protect Clear Spray. Dit vind ik echt super handig voor als je op reis bent. Dit is een SPF 50 en was 4 euro. Glitters en dingetje. Dit was ook 3 euro. En. Nee, het is nog niet het laatste. Een Harry Potter rugzak. Deze is net iets kleiner dan de gewone rugzakken. Dus niet ideaal om mee te nemen naar school.
Maar wel voor als je eens de dag weggaat en er is een button op van bijna 3/4 logo, het werk, dat logo. Deze was 16 euro. Ik heb zo van die kledingpins gekocht. Met de kat van Hermelien. Een draakje. Zo'n, ik weet niet meer wat die noemt. Twee slangetjes en een dier. Deze waren 4 euro en deze kan je dus echt zo op je kleding spelden. Ik heb ook twee sleutelhangers gekocht. Deze van Dumbledore. En deze van het plantje. Deze was ook 4 euro. En is echt super leuk. Dit is waarschijnlijk het grootste ding die ik kocht bij de Primark. Dit is zo'n ding om over je bad te zetten. Een badshelf. En die is dus 15 euro. En dit lijkt me echt super handig voor als je in bad zit. En je ook op je gsm zitten. Of een boek lezen. Of een film kijken. Is dat super handig. Ook kocht ik dit super zachte kussen. Met het Hogwarts logo op. Er zit een kussen in. En dit was... Er zit ook zo'n Harry Potter zegel op. Dus dat is ook wel leuk. Het is een limited edition blijkbaar. 10 euro en de afmetingen zijn 45 of 45. Ik probeer de rits terug te krijgen. Ik heb die open gedaan. Voilà. Een bedovertrekje. Deze was 25 euro is een bedovertrek voor een dubbel bed. En het was echt super zacht en is redelijk, redelijk basic. Hij is reversible. Heeft twee pillowcases en is gemaakt van katoen en polyester. Voilà. Ook kocht ik deze super schattige mug. Ik weet nog niet of ik hem ga gebruiken om eruit te drinken. Ik vind hem echt super leuk. Dit is de Chip Bubbles mug. En deze was 6 euro. En dit was het dan voor mijn Primark shoplog. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doedels!